mijn centrale stelling is dat er enorme investeringsnoden zijn in mooie, clean technologie. Omdat we met een enorm probleem zitten van vervuiling van onze hele wereld. En gegeven het feit dat de interesten zo laag zijn, is er eigenlijk nu een absurd laag niveau van overheidsinvestering. Dat wel niet consumptie, maar investering. Dus ik denk dat het rationeel zou zijn dat overheden veel meer investeren en met name in clean technologie. En eigenlijk is dat een zeer rare situatie. En ik denk dat dat veel te maken heeft met het feit dat we onze overheden niet vertrouwen. En de overheden investeringen moeten behandelen alsof het uitgaven zijn. Terwijl elk bedrijf en elk gezin voor een investering geld leent. Wij lenen voor ons huis, een bedrijf leent voor zijn nieuw productiegebouw. Maar een overheid mag dat niet doen. En dat is eigenlijk omdat we denken, ja, de overheid zal het fout gebruiken. Maar nu moeten we echt schakelen. Het is nodig, we moeten zo snel mogelijk meer investeren. De bouwsector wordt vaak ten onrechte beschouwd als een mature, klassieke sector. Nochtans maken heel wat bedrijven in deze sector ook werk van innovatie. Maar het wordt tijd om een versnelling hoger te schakelen. Er is enorm veel innovatie in de bouwsector, in de specifieke of individuele bouwbedrijven. Maar het probleem is dat het niet verder gaat dan die individuele bouwbedrijven. Het stroomt niet over naar elkaar en je leert niet van elkaar. En willen wij stappen verder maken, dan moet die informatie gedeeld worden. Je praat niet voor niks over open innovatie. Het kennisplatform Kamp C heeft een ambitieuze toekomstvisie ontwikkeld. Onder de noemer De Wijk van Morgen. Die visie bestaat eigenlijk uit een vijftal pijlers. En als eerste heb je die antennefunctie. En die is heel belangrijk om alle informatie te verzamelen, maar ook heel gericht uit te zenden. De community, dat zijn dus daadwerkelijk de stakeholders. Dan de netwerkmomenten. En daarvoor hebben we inspiratiecafés, echt wekelijkse cafés, waar we dus die community bij elkaar brengen met de inspiratie. Dan hebben we de inspiratie reizen. En als laatste pijler is dat het platform. Het platform of de website, De Wijk van Morgen, die staat nu online. Dus door inderdaad gelijkgestemden bij elkaar te brengen, zoals je eigenlijk in een café zou doen en daar gaat babbelen. En voeg daar externe inspiratie, dus via die antennefunctie aan toe. Dan kan je tot daadwerkelijke samenwerkingen komen. Met De Wijk van Morgen wordt dus ingespeeld op de noodzaak naar meer samenwerking en open innovatie in de bouwsector. Daarbij speelt ook de provincie een belangrijke rol. In het platform van De Wijk van Morgen is de provincie eigenlijk de neutrale en onafhankelijke partner die erin slaagt om al die actoren uit die bouwsector samen te brengen. We doen dat om ideeën te verzamelen, kennis te verzamelen en die dan te verspreiden over al die actoren in die bouwsector. En De Wijk van Morgen is eigenlijk een heel mooi voorbeeldje van hoe dat je met de bouwsector de overgang kan maken tussen de oude en de nieuwe economie die helemaal geïnspireerd is door technologische vooruitgang. Vanuit de sector wordt positief gereageerd op de mogelijkheden die het nieuwe platform biedt. Wanneer wij de projecten van morgen willen ontwerpen, dan moeten we op zijn minst op de hoogte zijn van de technieken en de producten die momenteel worden ter beschikking gesteld. En vandaar dat we een kort lontje moeten onderhouden met al die actoren die daarmee bezig zijn. En dus het platform dat hier wordt aangeboden is dan ook ideaal om op een neutrale manier in contact te komen met al die producenten. In die zin is het initiatief van de cafés, van de wijkcafés in de Wijk van Morgen en de verschillende clusters die georganiseerd worden, een zeer goed initiatief en een zeer goed forum om concrete stappen te zetten. Ik kijk uit naar bijvoorbeeld de cluster modulair bouwen, een domein waar volgens mij toch zeer veel mogelijkheden zijn voor innovatie. De bouwsector staat voor de gigantische uitdagingen op het kader van energiezuinig bouwen. Er wordt meer en meer gevraagd om energiezuiniger te verbouwen ook. En we vragen ons eigenlijk af van hoe kunnen we dit eigenlijk op grote schaal laten uitrollen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het betaalbaar blijft voor iedereen. Rekening altijd met een heleboel moeilijkheden, ook maatschappelijk. De algemene vergrijzing, gezinnen die kleiner worden. En ik denk dat we met dit project echt wel de bouwondernemers kunnen gaan adviseren en informeren. Maar ze ook kunnen inspireren om tot grootste dingen te komen. In het kader van energiezuinig bouwen ziet ook ondernemingsorganisatie VOCA veel mogelijkheden in het concept. We zien op economisch vlak dat de clusters van bouw, energie en milieu meer en meer gaan samenwerken. Denk maar aan de doorbraak van geothermie, denk maar aan de slimme woningen, denk ook maar aan de groene daken, groene gevels en zo verder. Al deze doorbraken gaan natuurlijk zorgen dat er nieuwe bedrijvigheden gaan ontstaan, nieuwe toeleveranciers. De Wijk van Morgen is ideaal om al deze actoren bij elkaar te brengen, zodat we samen iets kunnen meedoen.